een page-turner, hè, die nieuwe omgevingswet. Het is natuurlijk een heerlijk stukje leesvoer. Of misschien niet, maar deze nieuwe omgevingswet wordt wel ingevoerd. En je denkt misschien, dat is ver weg, maar dat is helemaal niet zo. Want weet jij al wat er van je verwacht wordt als woningcorporatie als het gaat om duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en de communicatie met gemeentes? Dacht het niet, hè? Is het niet tijd om een beetje wakker te worden en een klein beetje peper in je in plaats van papierwerk onder je snuffert? Waarom moeten we nu al kijken naar wat er verandert met de omgevingswet en de plannen? Weliswaar worden de 26 wetten samengevoegd en procedures gaan sneller, maar het is ook mogelijk dat de leefbaarheid door de gemeentes wordt ingeregeld en dat prestatieafspraken voortaan juridisch afdwingbaar zijn. Dat onvoldoende participatie ook rechtsgevolgen kan hebben en dat je circulair moet gaan bouwen. Veel gemeenten experimenteren nu al hoe het morgen zou moeten gaan. En als je nu meepraat, heb je invloed op die veranderingen en kun je nu ook je eigen werkproces wel aanpassen.